is Open Studio Dagen Radio. Je hoorde misschien wel de slechtste doorstart die ik ooit gemaakt heb. Ja. En daarna Avicii zijn nieuwe single Without You. Mooi bruggetje naar lokale omroepen. Slechte doorstarts, hè? Want dat is toch waar je alles kunt leren en waar het af en toe ook behoorlijk fout mag gaan. Dat is wel waar, ja. Wij komen er allebei vandaan. Tenminste, ik weet jouw situatie niet eigenlijk. Nee, ik kom van Oog Radio uit Groningen. Daar ben ik ooit begonnen met radio maken. En ik zit eigenlijk nog steeds, hoor. Ik ben nog steeds... Oh, echt? Ja, nou, ik maak geen programma meer, maar ik ben nog wel betrokken bij de organisatie. Ik help de directeur af en toe mee. Ik begeleid wat talenten die ook in de radio willen werken. En ik gebruik mijn ervaring om hun te coachen. Om een beetje te adviseren. Ja, precies. Ja, dat vind ik heel leuk om er nog bij te doen. Gaaf, Dus, Oog Radio, ik zit er nog en ik ben er begonnen. Ja. En jij dan? Ik mis het wel. Ik kom uit Apeldoorn. Daar ben ik geboren en opgegroeid. Hmm? Dus ik heb van 2009 tot 2013 bij RTV Apeldoorn, heet het, gezeten. Ja. Alles en niets gedaan. We hadden een jongerenprogramma werd daar gedaan. Op zondagmiddag had je de sport. Ging je langs alle amateurwedstrijden. Ging je schakelen met verslaggevers daar. Dat heb ik gepresenteerd. We hadden een danceprogramma op zaterdagavond. Ik heb eigenlijk alles gedaan daar bij Radio Apeldoorn. Ja. En eigenlijk alleen maar hele warme herinneringen eraan. En ook vrienden daar gemaakt die je... Nou, absoluut. Niet zo vaak meer zien, want ik woon niet meer in Apeldoorn. Je ziet ze niet zo vaak meer, maar wel vrienden voor het leven eigenlijk. En als je elkaar dan weer tegenkomt, is het altijd gewoon goed. Dus zonder die lokale omroep, ik denk dat ik ook voor jou spreek, dan waren we nooit geweest waar we nu geweest waren. Nee, absoluut niet. Je kan daar zoveel vlieguren maken. Je kunt er alles proberen wat je wil. En dat is echt, ik geloof echt dat het cruciaal is om beter te worden als radio-dj. Ja, dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je ook niet 's middags op een cursus. Dat leer je door het heel veel te doen, het radio maken. En vandaag staan de lokale omroepen ook centraal hier bij de Open Studiodagen. Zo dadelijk om 5 uur zijn de uitreikingen van de Olon Awards. Dat gaat hier vlakbij gebeuren. Ik hoop dat de regen dan voorbij is. Op het Joop van den Ennenplein gaat dat gebeuren. En we hebben de voorzitter van de Olon hebben we hier bij ons in de studio. Danny Vermeulen, welkom. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Ja, we hebben het net. We moeten het natuurlijk even hebben over de kracht van de lokale omroep. Maar ik denk dat wij het nu al goed hebben verwoord. Of zie jij het anders? Nou, ik kan eigenlijk wel weer inpakken nu. Dus alles is gezegd. En ik denk dat het ook goed is. Wat mij vooral opvalt is dat jullie met zoveel passie praten over de lokale omroep. Ja. Daar begint het eigenlijk al. En ik denk dat we ook met elkaar wat meer bewust mogen worden van het feit hoe belangrijk de lokale omroep is. Want dat wordt dan wel eens vergeten. En dat vind ik eigenlijk heel zonde. Dus wij als Olon proberen ons daar heel erg sterk voor te maken. Zodat we veel meer jeugd ook toekomst kunnen gaan bieden. Dat is een van onze taken die we tot ons hebben genomen. Ja, dus, want dat is wel vaak wat een beetje het beeld is van een lokale omroep. Dat was bij mij in Apeldoorn ook het geval. Vaak het imago van een beetje stoffig. Een beetje oud. Veel wat oudere mensen. Ja. Ik weet niet of dat terecht is, dat beeld. En bij mij was het ondanks dat er wel was. Ik heb ontzettend veel kunnen leren en kunnen komen waar ik nu ben. Hebben de lokale omroepen, zijn er punten te scoren wat betreft imago? Ja, zeker weten. Ja. Kijk, ik herken in hetgene wat je net zegt en omschrijft. Dus, maar er is ook een hele grote groep die wel op een verfrissende nieuwe manier ermee bezig is. Hè. Kijk, voor iedereen is het zijn eigen interpretatie over wat hij daaronder verstaat. Maar wij als Olon willen toch wel graag bezig zijn met de toekomst. En een stukje vergrijzing tegengaan, dat is ook een onderdeel daarvan. En een belangrijke taak die voor ons weggelegd is, is ervoor zorgen dat we veel meer jeugd aan ons gaan binden. Ja. Dus zeker. Ja, ik moet wel zeggen, ik kom dan bij Oog Radio vandaan. En daar was het absoluut niet zo dat nou ja, ik zat dan op de zaterdag. En de zaterdag was echt alleen voor jong talent. Ja. De zaterdag van Oog Radio, er zijn ook heel veel mensen voor doorgestroomd. Mag ik wel even zeggen. Dus dat was echt een plek waar jong talent samenkwam. En wij elkaar ook inspireerden. Ja. En ik denk dat ook heel erg heeft geholpen in de doorstroom van veel radiomakers naar landelijke zenders. Ja, kijk, we staan nu eigenlijk meer op een punt waarin je moet gaan kiezen. He, want de lokale omroep staat heel erg onder druk. Er is niet genoeg geld voor ons om te kunnen professionaliseren. En dan krijg je ook snel een stempel. He, dan sta je er ook snel buiten of naast. We vinden met z'n allen die lokale omroep heel belangrijk. En iedereen is het daar zeker mee eens. Het is alleen gewoon
wordt soort van vergeten. Ja, dan ga je gang. Ja, nee, want dat is precies ook waar ik op in wil haken. Want ik werk nog af en toe bij Oog Radio. En ik kreeg een petitie in mijn mailbox van de week. Dat er meer moet worden geïnvesteerd in de lokale publieke omroep. Ja, ja. En die zijn jullie ook gestart, die petitie. Klopt. We gaan een landelijke petitie hebben we gehouden. Je kan nog steeds tekenen. Zet alsjeblieft je handtekening, want hoe meer hoe beter. En ik spreek nu vooral ook de vrijwilligers aan die bij de lokale omroep zitten. Het gaat niet alleen maar om mensen die in het bestuur zitten of die op een andere manier betrokken zijn bij de omroep. Maar ook vooral echt de vrijwilligers. Dat zijn de mensen waarvoor we het doen. Dus teken alsjeblieft die petitie. Die gaan we aanbieden aan de politiek in Den Haag. En wat is de essentie van die petitie? Wat is het belangrijkste daarvan? Ja, we hebben geld nodig. En 30 miljoen om precies te zijn. Dat geld hebben we nodig om te kunnen professionaliseren. Dus als de professionele mensen roepen van ja, de lokale omroep is een beetje suf. Ja, help ons wel dan professionaliseren. Als wij niet genoeg middelen krijgen om te groeien, dan kunnen wij ook nooit daar naartoe komen. Je zou denken, 30 miljoen, dat is wisselgeld toch, in Den Haag? Ja, waar wij een jaar mee moeten doen, dat doen ze hier, verbranden ze hier in een dag. Ja. Dus, weet je, en dan commentaar hebben op de manier waarop wij uitzenden of onze programma's maken. Ja. Weet je, als je twee stokjes krijgt en je moet er een auto van bouwen. Ja. Weet je wat wel het grote voordeel daarvan is? We zijn gewoon knetter creatief. Ja. Ja. Wij kunnen met van niks iets maken. En dat is het grote probleem nu op het park. Iedereen moet bezuinigen. Maar wij hebben iets wat ze niet ons af kunnen pakken. En dat is creativiteit. Ja, ja, ja. Creatief zijn, efficiënt zijn. Ja, het moet wel inderdaad. Straks hier, de lokale omroep awards. Sta je ook op het podium dan straks, Danny? Heel kort, want het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat om de mensen die beloond moeten worden voor de professionele inzet die ze doen. Daar is de Olam Awards ook voor ingezet. Hè? Om ieder jaar weer de lat iets hoger te leggen, zodat we steeds mooiere, betere kwaliteit radio, tv, internet. Alles wat daar. Vooral het social media gebeuren is natuurlijk iets waar wij heel erg in kunnen gaan groeien en ontwikkelen. Dus ja. Dus ik ben er even. Ja. Heel goed, heel belangrijk denk ik. Dat de lokale omroepen dat die aandacht krijgen, dat die blijven krijgen. Van, nou ja, we riepen het net al. Zonder lokale omroepen ook geen landelijke radio-dj's. Nee, absoluut niet. Nee. Zo gaat het vaak. Nieuws begint toch lokaal? Dat is grappig, hè? Iedereen praat over het landelijke, maar het begint uiteindelijk in jouw dorp of in jouw stad. Ja. Dus waarom begint het niet bij lokale omroep? Ja. Dat is een beetje verkeerd om. Ja. Ja, dat is nog een reden die we eigenlijk helemaal nog niet hebben genoemd. Want dit is natuurlijk een kweek van vijf voor talent. Maar ook het nieuws begint ook lokaal. Dat is ook een taak van lokale omroep. De gemeentes die gaan steeds meer dingen zelf regelen. Wie gaat de gemeente controleren? Het is een beetje raar dat je als lokale omroep je hand moet op gaan houden voor een subsidie bij de gemeente die je vervolgens kritisch moet beoordelen op hun werk. Bij mij in Apeldoorn is er wel het programma In de Wandelgangen. Dat gaat dan over de lokale politiek. Dat is op donderdagavond dan. En ik zet daar dan wel eens langs. Ik vind het hartstikke mooi. Belangrijk dat het er is. En belangrijk dat er mensen zijn die zich daarmee bezighouden. Danny Vermeulen, dankjewel. Graag gedaan. Open Studio Dagen Radio. Open Studio.